WhatsApp, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk, jullie gamecommentator. En voilà, op deze zondag gaan we kijken naar de carrière-mode. Seizoen 1, Bingo, Powell, Sauze, Wallonie, Brussel. Vierde aflevering. En we gaan beginnen met deze Minerva, Brugge, De Pannen en Classic moet er eigenlijk nog tussen gezet worden. Voilà, Asgreen is erbij, Lampaard is erbij, Meus is erbij, Teunissen, Dekker, Evenepoel van Asbroek, Rousseau, Zabel en Vermeers. Ja, vooral de Belgen en de Nederlanders alweer die naar voren komen. En wat kan Gianni Vermeers straks gaan doen. En voilà, Boplan is er ook bij. Kijk eens aan. Heerlijke sponsorpack. Ja, ik heb hem gemaakt. Vandaar toch even chauvinistisch uitpakken. Maar toch vreemd dat deze in het pack van JD is terechtgekomen. Ik heb daar totaal geen toestemming voor gegeven. Maar oké, ja, zwart. Zo ken ik JD. Ja, vroeger nog mee samengewerkt. Maar ja, oké. Verder ga ik er niet over uitweiden, over die kerel. Maar zwart, in ieder geval voor degenen die de sponsorpacks hebben, geniet ervan. Er zitten heel veel elementen nog in die ik trouwens ooit heb gemaakt voor hem. Dus ja, heel jammer dat hij daar echt geen credits voor geeft. Maar zwart, maakt niet uit natuurlijk. Wat kunnen we vandaag doen? De dagvormen zijn redelijk. Mente plus 3. Bijzonder goede dag daar voor Milan. En Wirtgen. Hij wil graag mee in de vlucht van de dag. Of wij hebben toch die orders gegeven aan hem. De Luxemburger, dus Luxke. Dus niet Tom, maar wel Luc die het gaat proberen. En de broer van Sagan zit er ook bij. Ja, ja. Sagan vertegenwoordigt in de vlucht van de dag. Wij gaan naar de eerste persvraag van de aflevering. En dat is er eentje van Robbe. Is er ook niets nog een gevaar voor Pogacar in de huidige Tour de France in real life? Ik zou het durven stellen van niet. En Tristan, wie wint de bolletjes? Ja, poh. Het is zo moeilijk in te schatten dat ik momenteel eigenlijk Pogacar zou zeggen. Als hij zo blijft klimmen en alle aankomsten bergop blijft winnen, kan hij er heel dichtbij zitten. Maar oké, vanuit de vlucht kan je ook veel punten pakken. En onze trein gaat nu volledig onder stoom komen via Merts. Ja, Merts voor Anjokowski. En dan moet Mente komen, de man met de plus 3. Milan Mente in de zetel. We hebben zelfs gaten. Oh, er vallen breuken. Niemand in de buurt van Bingo. En voilà, het wordt een 1-2'tje. En Milan Mente mag hem pakken. Het is hem gegund. Zit in zijn vormpiek. Hoppa. Mente pakt hem. Ja, hij verdient ook gewoon eens een ritzege. Zo duidelijk is het. Voilà. En Anjolkowski op plek 2. En waar zijn de sprinters, mannen? Oh, pas hier. Pas rond plek 14, 15. Anjolkowski is natuurlijk ook een sprinter. Ja, een 1-2'tje alweer. Ja, heerlijk. Op PCM 22 lukt dat precies wel meer dan op PCM 21. Ja, ik speel natuurlijk ook wel meer dan het extreem niveau. Dus misschien was het daardoor wel dat ik niet veel 1-2 of 1-2-3'tjes behaalde. Maar voilà, vandaag wel een 1-2'tje. Arndt is uiteindelijk derde voor Barthe en Eski. Dan hebben we Merts op plek 6. Pijskes op 10. Ja, dat is mooi, hè. Bingo in zijn totaliteit gewoon bijzonder sterk vandaag. Bauer op 7, Stewart op 8, Vermeers hadden we op 9. En daar zijn de sprinters met De Klein, met Halvorsen. En waar zijn de mannen à la, ja, Teunissen? Vernon was er ook nog. Zij hebben een valpartij gekend. Oh ja, kijk eens aan. Zabel zat er ook bij. Oh, oh damn. Deze had ik ook niet helemaal door in de rit zelf. Moet daar ergens nog in de finale gebeurd zijn, want het gat is ook niet bijzonder groot. En wij spelen natuurlijk nog altijd op extreem. Voilà, we gaan naar de ploegselectie. De voorstelling voor de volgende etappe, volgende rit. En het is er eentje in België. Het is de E3 natuurlijk. Met Laurens Rex aan de start voor Bingo. Ook Milan Mente doet mee. Quentin Venner is er ook bij. Ludovic Robet, Arjen Livens natuurlijk. Dan hebben we nog Dimitri Pijskens. En de laatste in de rij, een beetje een vreemde eend, want het is de enigste Nederlander. Matthijs Paaschens is er ook bij natuurlijk. Voilà, voilà. We gaan eens zien wat we kunnen verwezenlijken in deze kasseikoers. Ja, de Brugge de Pannen is niet echt een kasseikoers. Ik heb deze aflevering wel de kobbels genoemd, maar oké. Okay. Vandaag begint het dus. Van der Poel, Van Baarle, Asgreen, Koen, Lampaard, Stijven, Turner, Seneschal, Van Mark en Christophe. Mannen waar we zeker gaan moeten mee afrekenen, maar waarschijnlijk gaan we er zelfs niet kunnen mee afrekenen. Hoe ver gaan we komen in deze E3 Saxo Bank Classic? Dat is de vraag. Dat is zeer zeker de vraag. Of is het ondertussen de Bing Bang Classic? Of was dat daarvoor? Ja, het verandert zo vaak, die E3. In ieder geval, de E3 is altijd al gebleven. Dat is duidelijk voor de kenners of voor de semi-wieler volgers. In ieder geval plus 2 bij Pijskens, plus 3 bij Mente. Alweer een superdag voor Milan. Ook Rex heeft een plus 3 en ik speel dus met die coëfficiënt
van 3 op dagvorm. Hè. Dat heeft er veel mee te maken, want volgens mij kan je in je vormpiek, als je dat op 3 zet, niet meer naar een plus 4 of een plus 5 gaan qua dagvorm. Is toch momenteel hetgene dat ik ervaar. Dus het kan zijn dat het misschien toch nog anders is in grote rondes bijvoorbeeld, maar ik denk het niet. We zijn net de Stationsberg af en we gaan naar de Maria Borrestraat. Hoppa! En Rex heeft het moeilijk. Ja, Rex heeft even een awkward momentje. Zat niet goed op te letten. Slechte positionering. Die fans en menten doen dat wel, hè. Ja, die zitten lekker, man. Robben, met deze persvraag gaat Mathieu van der Poel de Tour uitrijden. Ik denk wel dat hij het gaat proberen. Ja, ik denk het wel. En R6 wordt leedvermaak de propagandistische kwestie bij MVDP. Wow. Dat zou ik echt niet stellen. Nee, toch niet. MVDP heeft gekozen voor een ander programma. Misschien zelfs een testprogramma als je het zo wilt stellen. En ja, het is niet volledig uitgedraaid. Maar voor hetzelfde geld wint hij in week 3 van de Tour nog 2 etappes. Hè. Kan perfect. En dan heeft het ergens wel gewerkt. Dus ja, we zullen het moeten zien. Het wordt wat afwachten. En wij gaan nu naar de Oude Quaremont. Ja, die Paterberg hebben we overleefd. Menten, Livijns en Rex. Nog 3 mannen erbij voor Bingo. Dat is mooi. En Alaphilippe gaat. Oh, aanval Julien. En dan moet Menten toch wel wat inspanning gaan plegen. Vlak voor de Oude Quaremont gaat de wereldkampioen Julien er een stevige snok aan geven. En dan Menten en Livijns. Kunnen zij daar nog naartoe? Oh, dit wordt lastig, man. Aanval Milan Menten. Ja, voilà. Hij is goed. Dat zagen we in Brugge de Pannen. En het is nu Van der Poel die aan het wegrijden is. Jawel. Mathieu met een sluwse aanval. Het is een versnelling uit het zadel. Maar de rest volgt. Maar Milan heeft het lastig. Dit is afzien. Livijn hangt er niet meer aan. Nee. Ah, damn. Ik wou even zeggen van ja, die hangt er nog aan. Maar dat is niet zo. En hier gaan ze dan wederom doortrekken. Ja, wij kunnen dit niet doen, Milan. Ja, ik ga me doodrijden als ik dit probeer. Dan gaan we toch proberen, jawel. En op de Varend komen we er bijna bij. We komen er zo nabij. Maar kijk eens aan, hier breken we. Terwijl Steven hier bijzonder hard doortrekt op deze strook. Van Baarle er naartoe. Van der Poel zit er ook nog bij. En Asgreen. Maar wij komen er net niet bij. Oh, dit is een zure Milan. Dit is een zure. Wel een mooi gat op Calmejean. En vooral de groep van Hooijdonk en Co. Waar ook Livijns nog bij zit. Dus kunnen we naar plek 5 knallen met Milan Menten. Het zou mooi zijn. Hier gaan ze wel sprinten in Harelbeke. Eén van deze 4 mannen gaat de E3 winnen. Is het Stuyven? Is het Asgreen? Is het Van Baarle? Is het Van der Poel? Dat is ook de volgorde waar ze aan beginnen. En nu komt MVDP Stuyven tegen Van der Poel. Het is Van der Poel die hem gaat pakken. Alhoewel, Stuyven. Oh. Ja, het is Schappen. Schappen gaat hem winnen. Ja, zit duidelijk voor MVDP. Van der Poel gaat net geklopt worden op de streep door Stuyven. Voilà, goed camera standpunt. Bam, Stuyven pakt hem voor Van der Poel. Nee, Van der Poel wint hem. Oh, PCM, heerlijk dit. Oh, nee. Dit klopt niet, mannen. Dit klopt niet. Waar de lijn lag, was Stuyven duidelijk als eerste erover. Maar oké, de lijn ligt precies niet helemaal op zijn plek hier. Dat is ook duidelijk. Oh, dit is wel een zure voor Schappen. Moest het iemand van Bingo geweest zijn, had je nu waarschijnlijk een klein rachmomentje gekregen. Ja, sowieso. Rex gaat nog even de lead-out doen voor Livijns. Ja, Menten is net gepakt. Dat is ook een zure. Maar kan Livijns dan die 5e plek pakken? Kom aan. Jawel, Arjen doet het ook. Kijk eens aan. Hoppa. Daar is Arjen Livijns op plek 5. Ja, mooi resultaat in deze World Tour koers, absoluut. En ja, waarom Van Aert niet meedoet, vragen er sommigen zich het misschien af. Dat heb je in de vorige aflevering kunnen zien waarom Van Aert gevallen. Of misschien de aflevering daarvoor. Nee, was het in de Tietema-mode? Ik dacht het niet, hè. Ik dacht dat het in een van de bingo-afleveringen was. Maar oké, ik wil er nu van af zijn. Maar in ieder geval, hij ligt in de lappenmandwaartje. En hij mist bijna heel het voorseizoen, ja. Gaat normaal gezien niet meer in competitie komen voor deze kasseikoersen. Roubaix waarschijnlijk ook niet. Die heuvelklassiekers misschien wel. En dan gaan we naar Gent-Wevelgem. Jawel, windtaarten, kasseitaarten. Gewoon een episch gevecht met de natuur leveren. Van der Poel, Stuyven, Lampaard, Turner, Girmay, Tradnik, Heiter, Alaphilippe, Petit en Vermeersch. Dat zijn wederom de mannen die op de lijst komen der favorieten. Het was wel Florian Vermeersch in dit geval. Niet Gianni.
En we gaan naar de eerste kasseistrook. We gaan naar de eerste windstrook. Voilà, wel een valpartij van Ludovic. Robeet tegen de grond samen met Wright. Ja, ook zo'n topper in wording, hè, die Wright. Heerlijke renner ook om naar te kijken, vind ik persoonlijk. Maar Ludovic wel met een plus 3. Was toch een belangrijke pion vandaag in de knechtenvolgorde. Maar die valpartij. En Quinten met nog deze vraag. Is de Tour al beslist? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, straks even meer daarover. Zeveren. Gerben de Jong, gaat Bauke Mollema nog een rit winnen in deze Tour de France? Ja, ik denk het niet. Ik denk niet dat hij nog een bergrit gaat winnen. Het is niet zijn Tour. Hij lijkt me ook niet volledig in vorm te zijn. Hij ziet af, dus momenteel zou ik zeggen nee. En dan zitten we hier op de Camel passages, want we hadden eerst de eerste passage, dan hoppa, meteen de flits naar de tweede. En we zijn nog met redelijk wat bingolers mee over de tweede Camel, maar straks moeten we hem dan nog eens doen langs de kant waar geen kasseien liggen. En dan gaan we nog naar wat windstroken, dus het wordt zeker nog stevig voor onze mannen en nu gaan ze nog verstellen ook. Aanval Oliver Naas onder meer, we zien ook wel eens, Van der Poel zal ook wel ergens mee aan het schuiven zijn. Of misschien ook niet, want hier zit er ook nog eentje van Alpecin. En dan gaan we eigenlijk naar de volle finale. Rex en Dupont zijn de enige twee die aan het overleven zijn. In het winderige Gent-Wevelgem, jawel. En het wordt moeilijk, hè. Kijk naar onze gele balken. Ja, we zijn echt bijzonder hard aan het afzien. En nog even terugkomen over die Tour. Ja, is hij al beslist? Ja, ik denk het wel, hè. Of gaan we toch nog echt een verrassing krijgen van Jonas Vingegaard? Maar het zou kunnen, hè. Het zou kunnen, maar... misschien is het wel hopen op iets dat er niet gaat komen. Ja, Pogacar is ook wel gewoon weer bijzonder sterk dit seizoen, hè. Maar we gaan moeten afwachten. Wat gaan die lange bergritten opleveren? Maar momenteel zegt mijn gevoel dat de Tour al beslist is, ja. En wij gaan nu naar de laatste 3 kilometer. Van Asbroek is er weggesprongen, ja. Wie gaat hem pakken? Sheffield gaat het doen. Nee, het is Binyam. Het is Girmay met de versnelling. Ah, Dupont. Dupont loopt leeg. Dupont zit aan blok. Ook Rex gaat niets meer kunnen uitvreten. Nee, we gaan niet meesprinten vandaag. Ah, dat is een zure. Maar dat is leuk, ja. Dat maakt het ergens realistisch. En het is Girmay tegen Dekker. David tegen Binyam. Oh, wie gaat hem pakken? Het is Girmay die er in real life gaat overdoen. Voilà, bam. Binyam pakt hem, de Eritreër, voor David Dekker. Dan Tom van Asbroek, die het met een heel sluwe uitval nog probeerde binnen te trekken, deze Gent-Wevelgem. En dan Mees op plek 4. Dan hebben we Stuyven en wij gaan net buiten de top 10 vallen met onze twee mannen. Ja, dat is jammer. Dat is jammer, want we hebben gezwoegd, gestreden, bloed, zweet en tranen gelaten. Maar het is net niet gelukt om in die top 10 te komen. En deze, ja, Binyam Girmay doet hetzelfde als zijn real life. Ik zei het al. Hij wint Gent-Wevelgem. Dekker is nummer 2. Van Asbroek op 3. Het podium dus van Gent-Wevelgem 22. Virtueel in deze carrière van Bingol. En dan gaan wij meteen door naar dwars door Vlaanderen. Voilà, voilà. Alweer kasseien tussendoor. Heel wat heuveltjes ook. En Van der Poel, Asgreen, Lampaard zijn de topfavorieten. Sénéchal, Benoît, Alaphilippe, 2 sterren. En dan hebben we nog Vermeersch, Petit, de andere Vermeersch en Teunissen met 1 ster. Ja. En wij hopen misschien vandaag ook iets te kunnen gaan verwezenlijken. Ja. We hadden veel ingezet op deze dwars door Vlaanderen. Maar de concurrentie is duidelijk ook aanwezig. En we gaan naar Doorn, deze kasseistrook, 1,7 kilometer. Dit zijn de vluchters van de dag nog. Met hier en daar toch wat gladiolen die er al zijn uitgereden. En dan het peloton die nog maar 51 man telt. Ja, we gaan zo meteen naar Nokereberg ook. Nadat we van deze strook af zijn. En het is Livens met een plus 3. Mente plus 1. Min 1 Anjolkowski. En Paaschens met een plus 2. Dus oké. Livens en Mente zijn mogelijke kanshebbers. Maar dan dit, mannen. Dan dit. Kijk eens aan. Wat is dit voor een kutvalpartij. Oh, Livens, Mente en Anjolkowski. Onze drie... Ja, speerpunten die we in de finale nog waren gaan gebruiken. Tegelijkertijd in dezelfde valpartij betrokken. Allemaal tegen de vlakte, ja. Is het mijn eigen fout door ze in elkaars wiel te zetten? Ja, misschien wel. En dan is het rekenen op deze Paaschens. Jawel, de Nederlander is zelfs in de vroege vlucht proberen meespringen. Maar is er wel bij. En hij zit nu in het wiel van zijn landgenoot. Jawel, Mathieu van der Poel. Kunnen we iets verwezenlijken met Paaschens? Kom aan, man.
Kom aan, Paasjes, hij doet het goed. Maar het is Benoot die het trouwens pakt. Jawel, Tischke die nog weggesprongen was in de finale. Niemand gaat hem pakken. Seneschal op 2, Van der Poel op 3. Met zijn landgenoten Teunissen, Van Poppel en Dekker. En wij pakken toch wel een mooie ereplaats hoor. Met Paasjes. Ah, en het is een zuur, mannen. Ah, damn, damn, damn. Dit was echt de zure. Met Anjolkowski had het misschien zelfs kunnen afmaken ook hoor. Ja. Is echt wel snel hè. Maar Livens plus 3, dat was ook wel een godsgeschenk. Maar oké, de wielergoden waren ons niet gunstig gezind in de finale. Die hadden zoiets van, hup, tegen het asfalt en clear, klaar met de rittes. Maar de volgende lijn is Nederland te doen. De Volta Limburg Classic, of Classic. Met Merlier, met Dekker, met Stijmle, Ballerini, Van Asbroek, De Lee, Gilbert, Vernon, Vermeers en Beuns. Ja, oké. Het is tegenstand, hè. Vooral Timmeke Merlier, als hij die heuvels daar kan overleven in Limburg. Dan moeten we met hem gaan afrekenen. Maar voilà, we gaan ook meteen naar de finale. En zit Merlier er nog bij? Het zou kunnen, al zie ik hem niet meteen staan bij daar de samenstelling van de eerste groep. 38 man nog wel in dit pelotonnetje. En Paco is hier zijn werk aan het doen. Dan hebben we Wiertgen. Dan is Menten daar de lead-out man voor Timothy Dupont. Ja, Duponke. Als hij kan uitpakken in dit soort wedstrijden, dan moet je echt wel rekening houden met hem. Maar kijk eens aan, Jumbo-Visma is daar ook. De trein met Rozen voor Dekker natuurlijk. Rozen, de Nederlandse kampioen. En dan zit er ook nog een pion voor die uiteindelijk Rozen gaat brengen. En het is de eenkoren tegenover Wiertgen, Menten en Dupont. Onze trein, voilà. Het is Bingo versus Jumbo vandaag. Maar kunnen we het winnen? Dat is de vraag. World Tour versus Pro Continental Tour. Kom aan mannen. Kom aan Wiertgen. En nu moet Menten gaan komen. Ja, we wachten lang. We wachten lang. Roos is zich wat aan het opblazen. Nu komt Menten. Dupont gaat dan sprinten hier op de klinkers, op de kasseikoppen. Dupont gaat Dupont afmaken. Kom aan Timothy. Timothy. Ah, daar komt er nog eentje van Lotto. Het is niet de lead. Het is wel Vermeers. Ah, ik denk dat Dupont hem gaat pakken, maar ik durf het niet te zeggen. We gaan toch even uitzoomen. Ah, het is een close one. Ligt de lijn goed hier? Laat ons hopen van wel. Ik denk dat we een beetje voor Vermeers zijn. Ik denk het wel. Dupont net ervoor. Ja, kom aan. Kom aan, Timothy. Jawel, het is onze. Ligt de lijn goed? Kom aan, PCM. Jawel. Oh, hoppa. Bam. Daar is Timothy. En het is de tweede van deze aflevering voor onze Bingolers. Hoppa, hoppa. Ja, zeg maar zeker. Heerlijk. Alweer gescoord. Alweer prijs. En het is Timotieke vandaag. Hè. Ja, altijd mooi. Nou ja, zuur voor Florian. Het was een paar bandtiktes verschil. Tommeken op 3, dan Milan Mente. Tiller op 5, dan Dekker, Stijmle, Klaes, Pedersen en Jansen van Rijzenburg was uiteindelijk de nummer 10 vandaag. En dan gaan we naar de ploegvoorstelling voor Vlaanderens mooiste. Jawel, jawel, de Ronde van Vlaanderen. Met Laurens Rijx voor Bingo. Ook Milan Mente zal erbij zijn. Tom Paco is zeker en vast een goede helper in deze selectie. Ludovic Robbeet zal ook waarschijnlijk moeten gaan werken. Arjen Nivens, een van de kopmannen. Al kan het ook Milan Mente gaan worden. Het zal een beetje van de dagvorm afhangen. Luc Wiertgen is er ook bij de Luxemburger en Dorian de Maagd. Hij sluit de reeks van deze Bingolers. Jawel, we zijn er klaar voor. Maar wat kunnen we gaan presteren in deze Ronde van Vlaanderen met Bingo? 260 kilometer bijna. Van der Poel, Van Baarle, Asgreen, Koen, Turner, Mohoric, Colbrelli, Laporte, Stijve en Julien. En MVDP en Matej Mohoric staan in het rondemagazine. En voilà, voilà, de zon is erbij. Het publiek is aanwezig, de redders zijn erbij, gelukkig. Ja. Anders hadden we geen koers natuurlijk. Maar wat doen onze mannen, wat zijn de dagvormen? Plus 1 bij Robbeet, plus 3 bij Rex en Livens. Ja, komt door een vormpiek natuurlijk. Plus 1 bij Milan Mente, zit ook in zijn vormpiek. Maar dat iets meer gemogen PCM. En Wiertgen met een min 1, break-even bij De Maagd en Paco. En dan zien we meteen ook wat aanvallen daarvoor in. Maar oké, wij gaan niet aanvallen, nee. Alles focussen op Menten, Rex en Livens. Dat zijn de mannen die het straks moeten gaan doen. In het tussenstuk, in de finale. En gaan we afzien? Ja, waarschijnlijk gaan we uiteindelijk ook moeten afhaken. Zoals daar in Gent-Wevelgem met Dupont. Voordat we eigenlijk effectief de sprint konden gaan inzetten. Ook Rex kon uiteindelijk niet volgen.
En we zien Kampenaerts en Terpstra in de vlucht van de dag. En Jeff, hoe ver gaat Godu deze Tour komen? Top 3 mogelijk of eerder top 10? Ja, ik zou eerder het tweede zeggen. En Tyler, wat is tot nu toe je mening over PCM 22? Ja, ik vind het eigenlijk een goede editie. Het heeft hier en daar wel wat vreemdere dingen. De sprint is inderdaad heel hard veranderd, maar oké. Anderzijds geeft het ook wel nog altijd wat onrealistische dingen, maar ja, dat zal uiteindelijk altijd een game blijven. Je kan niet volledig de realiteit nabootsen. Maar in het algemeen vind ik PCM 22 wel beter dan PCM 21. Ja, dat vind ik echt wel. Heel wat details aangepakt die toch wel het spel leuker maken, vind ik. En wij gaan uiteindelijk van de eerste oude Quarabot naar de tweede passage. En Binyam Girmay heeft zich daar genesteld in die kopgroep. Ja, dat is wel gevaarlijk. En wij proberen gewoon onze positie te behouden. Met Livens, ook met Menten. En als Rex hier en daar wat Livens uit de wind kan zetten, is het ook goed. Ja. We gaan naar de Paterberg. Voilà. We zijn echt wel nu aan de finale begonnen. Straks de Koppenberg natuurlijk. Maar op deze Paterberg gaan we al meteen naar die hele grote vroege vlucht toeknallen of niet? Nee, momenteel nog niet. Nou ja, Girmay, waarom dat hij daar in godsnaam naartoe is gereden, geen idee. Maar het kan misschien wel nog goed uitdraaien. Hè? Voilà, de Koppenberg met de kinderkopjes, met de kasseien dus. En daar gaat Colbrelli. Europees kampioen Sonny Colbrelli met de aanval, Benoot met de reactie. Ja, het is nu wel even twijfelen. Ja, ik ga niet reageren. Anders gaan we ons echt doodrijden. En dat bleek ook de juiste keuze, zien we aan de voet van de Oude Kruisberg. Voilà. En Rune met toch een persvraag. Is Daniel Martinez kopman of toch een knecht bij Ineos? Ja, moeilijk te zeggen. En Lucas, kunnen we Wout van Aert proclameren tot top 10 beste wielrenner aller tijden? Ja, ik zou er hem bij zetten. Het is misschien chauvinistisch als Belg zelf zijnde. Ja, alhoewel, top 10 is nu ook wel heel hoog. Hè? Dat zijn echt aller tijden, hè. Goh, ik kan er misschien toch wel 10 op sommen die eigenlijk beter zijn. Als we gewoon al zelfs naar toerwinnaars gaan kijken. Of grote ronderenners. Ja, het is moeilijk te zeggen. Het is moeilijk te zeggen. Maar voor het type dat Wout van Aert is, is hij sowieso één van de beste aller tijden. Ja. En Asgreen is weggereden trouwens op deze oude Quaremont. Reactie van Mathieu van der Poel. Ja, Livens heeft niet meer zoveel over. Menten en Rex zijn eraf. Ja, we zijn nog met z'n tienen. In de achtervolging op Casper Asgreen. En gaat dat gat nog worden toegereden? Want hij heeft toch al bijna een minuut nu. De Paterberg gaat er misschien veel aan doen. En ja, Girmay is er natuurlijk af. Die heeft het geprobeerd met die vlucht. Maar dat was toch geen slimme keuze. En nu Van der Poel. Van der Poel met Alaphilippe. Livens probeert te reageren. Kom aan Arjen. Kom aan Arjen, we moeten mee. Ah, we breken. Nee, het lukt niet. Oeh, het lukt niet. Zo, lovely. Dit is PCM 22. Ah, heerlijk, voilà. Een aanval geprobeerd om er naartoe te knallen. Op PCM was dat waarschijnlijk altijd gelukt. Op PCM 22 niet. En het is Van der Poel die daar nog zelfs wegknalt van de wereldkampioen. Asgreen is al gegrepen. Wij gaan Asgreen ook nog oprapen zo meteen, denk ik. En hier zijn ze nu echt wel de sprint aan het voorbereiden. Ja, Casper is toch nog een eindje weg. Alaphilippe gaat sowieso tweede worden. En Mathieu van der Poel gaat soleren naar deze ronde van Vlaanderen. Jawel, jawel. Hij gaat hem winnen. En ook dat is realistisch. Hè? Absoluut realistisch. En wat is het jammer dat Wout van Aert in die lappenmand zit. Want ik had het nog willen zien hier virtueel. Duel tussen Mathieu en Wout. Asgreen gaat uiteindelijk wel nog derde worden. En Livens plek 4. Oh, heerlijk. Heerlijk, Arjen. Ja, oké. Het is geen overwinning. En veel agressiever of offensiever hadden we echt niet moeten koersen. Of eigenlijk niet kunnen koersen. Maar we pakken wel plek 4. Als een ploeg als Bingol is dit echt wel een dik resultaat. Hoppa, hoppa, op extreem. Koen is uiteindelijk 5e. Van Baarle op 6. Dan Stuyven, Mohoric, Benoot en Gregsk op 10. Ja, oké. Van Avermaat in de top 10. En dan gaan we naar de laatste koers van deze aflevering. De laatste kobbel section. Ze komen eraan, jawel. Met de Broekstraat in de Scheldeprijs. Asgreen, Van der Poel, Christophe Laporte, Girmay, Teunissen, Nizzolo, Van Marke, De Bolt en Ewan. Ja, oké. Mooi select groepje van mogelijke kanshebbers om hier te winnen. En wij gaan naar de Broekstraat. Voor de laatste keer gaan we hem hier pakken in de buurt van Schoten.
En wat kunnen wij zo meteen gaan doen met onze mannen? We hebben Merts, Menten, Viviani, Dupont, Anjolkowski. Oh, en die valt. Oh, Anjolkowski. Philipsen ligt er ook bij. Dat is jammer voor Jasper ook. Maar zeker ook voor Stani. Lauke lag er ook eigenlijk niet echt bij. Maar die was wel Anjolkowski wat aan het houden in de trein. Dus oké. Ook voor de Est is het game over. En nu moeten wij hier op de Broekstraat naar Van der Poel en Co. Want Mathieu is wel degelijk gaan aanvallen. En Dupont is nu onze afwerker. Viviani gaat de lead-out doen. Menten moet het werk daarvoor doen. En Merts moet ons gewoon ergens deftig afzetten. Oh, ja, Stani ook nog eens een lekke bad nu op de Broekstraat. Ja, dat is wel een zure. En het valt nu wel wat stil bij MVDP en Co. Is het Girmay die trouwens daarmee is met Mathieu? Met Matje? Het zou kunnen. Het is in ieder geval een man van Intermarché, want die Gobert... En het is Taco. Het is Taco. Jawel. Van der Hoorn. Ja, waarom niet? Die kan ook knallen, hè. En nu Viviani. Wow, we worden hier wel wat weggereden door de concurrentie. Maar rustig blijven. We moeten rustig blijven. 90 eigen tempo voor Attilio. Dan moet Milan komen. Dan Dupont. Nou, opletten voor ingesloten te geraken. Maar Van der Hoorn blijft er wel doorknallen. En wie zit daar in het wiel? Wie zit daar nog in het wiel? Het is een man van Israël. Dat is ook duidelijk. En wij moeten nu gaan komen met Menten. Ja, het is van ver, maar het moet. Het is van ver, maar het moet. Dupont tegen Joen. Dupont tegen Joen. Kom eruit. Kom aan, Timothy. Oh, Joen breekt. Joen breekt. En het wordt alweer een 1-2. Oh, nee. En het is alweer Timothy die hem pakt. Hoppa. Milan Menten is zowaar tweede voor Matje. Dan Sepp. Dan hadden we Christophe Laporte. Maar wow, oh, heerlijk dit, man. We scoren heerlijk over deze kasseikoersen met Bingo. Ja, ja, Timothy Dupont. De oude rot in de selectie van Bingo. Pakt hier zowaar ook de Scheldeprijs. Ah, heerlijk, man. Ja, ja, voilà. Toch even zijn visitekaartje op latere leeftijd nog afgeven. En het was Van Marke die daar in het wiel zat. Ja, die zat af te wachten. Girmay uiteindelijk nog achtste voor Christophe. Ja, Taco is uiteindelijk nog naar plek 14 gezet door zijn collega's. Caleb Ewan, ja, viel volledig stil. 15e. Merlier pas 6e. Cavendish 7e. Ja, die sprinters zaten gewoon te ver, denk ik. Ik denk dat toch wel de actie van Van der Poel vlak voor en op de Broekstraat die sprinters zodanig heeft afgemat dat ze volledig choco zaten. Maar onze trein was op het appel. Onze trein was daar wel degelijk gewoon aanwezig. En voilà. Gewonnen al in Kuurne ook, hè. Deze Timothy Dupont. En vandaag de Volta Limburg Classic erbij gedaan. En ook nog eens de Scheldeprijs. We wonnen de Brugge de Pan al. We waren 5e in D3. 12e in Gent-Wevelgem. Ook 13e daar met Rex in Gent-Wevelgem. 13e in Dwars door Vlaanderen. Ja, door die valpartij. Maar wel paasjes met een mooie ereplek. Ik zei het dus al, de overwinning van Dupont in Limburg. En een schitterende, fenomenale vierde plek in de ronde van Arjen. En dan de overwinning in de Scheldeprijs. En dan gaan we naar de volgende koers natuurlijk in de volgende aflevering. Dat wordt alweer de Tietema-mode natuurlijk. Want Bas mag naar de presidentiële ronde van Turkije. Wel, de Presidential Cycling Tour of Turkey. En jullie zijn alweer bedankt om te kijken natuurlijk. Ook voor degenen die massaal naar de aflevering van de Tietema-mode hebben gekeken. Dankjewel daarvoor voor de abonnees die ik de afgelopen maanden er alweer heb bijgekregen. Dankjewel daarvoor. We zijn op weg naar de 2,5k volgers. En dat is leuk natuurlijk ook. De video's blijven, de views behouden. Dat is ook allemaal leuk en lekker van jullie. En natuurlijk wil ik ook nog even melden. Volgende week en de week nadien ben ik op reis. Ga ik naar Frankrijk. Ga ik ook een toeretappe trouwens daar gaan meepikken. Maar in ieder geval, de persvragen zullen dus volgende week en de week nadien niet behandeld worden. Ik zal het ook nog even wel in een comment zetten onder deze video en de komende video's. Maar in ieder geval, jullie zijn alweer bedankt om te kijken. Om jullie inspanning, jullie interactie. En ik zie jullie graag tot de volgende. Bedankt en bye bye.